Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuw Ups en Down. Ik ben al vanochtend met de kindjes naar de winkel geweest. En ze hebben net fruitje gehad. Ik word gek hier. Dus Sam zijn fles geven. En dan is het alweer tijd voor die grote binkjes om brood te krijgen. Maar ik heb het makkelijk vandaag. Ik heb krentenbollen gehaald. Liam, die gaat voor hetzelfde trap omhoog, hè? Ja. Goed zo, Liam. Want hij gaat lekker slaapje doen. Nee, kom hier. Verkeerde kamer. Naar je eigen kamer. Goed, nee, dat is Jordi's kamer. Daarheen. Goed zo. Goed zo. Kom hier. Kijk eens. Jawel. Omdat hij dus zelf de trap op moet lopen, doen we voortaan op zijn slaapkamer. Zijn slaapzakje aan. Kom. Slaapzak aan. Jawel. Oké. Nou, staan. Oké. Zitten. Nee, je moet zitten. Liam. Oh, echt tegendraads kind. Blijf zitten. Kom eens hier. Jawel. Liam. Nee. Voet erin. Ja, die deur moet dadelijk een beetje dicht. Dat heb je goed gezien. Zo. Ben je klaar om naar bed te gaan? Hallo. Goed zo. Slaap lekker. Tot strakjes. Mwah. Kou voor jou. Doei. Doei. Welterusten. Ja, dat zijn jouw knuffels, hè? En nu Liam op bed ligt, is het tijd voor... Jordi. Ik ben benieuwd of hij vandaag wel wil slapen. Ik kijk het gewoon elke dag aan. Ik leg hem gewoon in bed. Kijk of hij wil slapen. Wil hij niet slapen, dan gaat hij niet slapen. Ook goed. We gaan het gewoon weer zien. Alles in huis slaapt. Ik heb net een 20 minuten bij Jordi gelegen. Het kind was zo verschrikkelijk moe. Maar hij kon zijn slaap gewoon niet vatten. Dus heb ik eventjes de mama-techniek gebruikt. En de mama-techniek houdt in. Heel stevig vasthouden. En gewoon lekker knuffelen. En uiteindelijk is hij in slaap gevallen. Ik dacht bij mij, kan je nou wel weer over laten slapen. Maar vannacht heeft hij een beetje lopen spoken. Dus ik had zoiets van... Nee, ik moet eventjes hulp geven. Die slaapt nou. En ik ga heel eventjes een half uurtje zitten. Ik heb net wel al gegeten. Maar eventjes zitten. Want ik kom er even niet uit. Hier is iemand wakker. Hallo. Heb je poepje gedaan? Ja, kak, 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 ja. Stink, stink. Ga je mee?
Kan je mee? Wat is er? Kom je bij mama? Kom je bij mama? Ja? Oké. En toen was het alweer ochtend. Ik heb gisteravond hier nog opgeruimd. En Niels heeft gestofzuigd en geduild voor mij. Zodat ik mijn nagels even kon doen. Want die waren aan het uitgroeien en aan het doen. Dus ja, ik had zoiets van... ze moeten echt even gebeuren. Ze waren te lang aan het worden en alles. Dus ja, die hebben we ook weer gedaan. Vandaag. Jordi slaapt nog. Sam en Liam zijn al wakker. En einde van de middag, als Liam wakker wordt, dan wordt hij opgehaald door mijn ouders. En dan gaat hij een paar dagen logeren daar. Dan heeft hij ook één op één een keer met opa en oma. En krijgt hij ook de aandacht die hij verdient van opa en oma. En ja, dan zijn Jordi en Sam gewoon lekker thuis. En dan... ja, heeft hij in ieder geval even opa en oma tijd. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat de bedoeling is. Dus ik moet vandaag spullen pakken. En om 9:00 komt de fysiotherapeute. Die komt weer met Jordi oefenen. Dus mijn leven bestaat vandaag uit spullen pakken. En zorgen dat Jordi zijn fysio heeft gehad. En na de middag, als hij zijn dutje heeft gedaan, dan wordt hij opgehaald. Jordi die heeft momenteel fysio en Liam die is aan het spelen. Ik heb maar eventjes iets veiligs gepuzzeld voor hem. Dan kan hij in ieder geval veilig glijden. Jordi heeft al fruit gegeten, want ik had voor Liam had ik aardbeidjes neergezet. Maar meneer vertikte ze om te eten, dat wou hij niet. Dus nu krijgt hij een potje. Want ik had gisteren had ik al mijn fruit weggedonderd. Want al die vier stinkvliegjes, weet je wel, die fruitvliegjes zoals ze die noemen, die zaten er allemaal op. En ik werd helemaal koekoek. Dus ik heb alles gewoon weggepleurd. Want ik was er helemaal klaar mee. Dus ik heb geen vers fruit nu in huis. En ik kan nou ook niet naar de winkel. Of ja, ik kan wel naar de winkel, maar ik heb gewoon te veel te doen vandaag. Dus ik kan en ga pas einde van de middag, als jij weg bent, ga ik pas naar de winkel vers fruit halen. Dus dat betekent een potje. Want hij wou de aardbeidjes niet eten. Vind je het toch wel lekker? Net zat hij allemaal nee te schudden. Sam wil ook zijn fles, maar ik doe eerst even zorgen dat Liam eten heeft. Ik vind wel dat hij eten moet hebben. Al eet hij maar een half potje, dat boeit hij niet. Hij moet wel iets te eten hebben. Maar ik had dus Jordi al eten gegeven. Maar hij vertikte het om zijn aardbeidjes te eten. Ben doen. Ben doen. Ben happen. Ben happen. Ben je aan het happen?
Zet die beer weer aan. Kom hier een kleintje te pitten. Jordi is nog steeds wakker. Ik ben helemaal ondergezeven door deze kleine bunkert. Lukt het? Ik heb hem een beetje ingesloten. Hallo. Hallo. Ja, Jordi die zit te spelen. Die wil niet slapen. Hallo. Ben jij dat? Hallo. Boom. Maar goed dat mama heel veel vel over heeft, hè? Ja, dan is ze een beetje zacht. Dan land je tenminste niet zo hard. Dat heeft ze ook zijn voordelen. Ga je mijn shirt wel opeten? In ieder geval, ik heb alle spullen voor Liam, zover ik weet, een heel eind klaar. Ik moet dadelijk alleen even zijn bedknuffels pakken. En een schone speen doen aan zijn lama. Dan heeft hij schone spenen mee. En dan rijden mijn ouders zo dadelijk een keer aan. Hallo. En dan komen ze Liam halen. Ja. Komen ze jouw broer halen. Vind je dat leuk? Ja? Hij zit hier ook gewoon echt lekker in een hoekie te oefenen. Hi. Hi. Nou, het is zover. Liam die is met mijn ouders mee. Tussendoor zullen jullie filmpjes gaan zien in de volgende vlog. Hoe dat hij het heeft. Het zal wel goed zijn hoor, want mijn ouders zijn altijd heel leuk met kleinkinderen. Nu is Jordi die nog niet geslapen heeft, die staat hier. Sammy staat hier. En het is ineens heel rustig hier, vind ik. Maar we doen het dan maar mee. Oh, de dingen serie aan maken. Die zetten we maar gelijk even hier neer. En ja, we gaan even kijken hoe het en wat we gaan doen. Wij waren nog eventjes met Sofietjes gaan wandelen. En Sam die blijft de hele dag al hoor. Dus de hele dag is hij al aan het janken en aan het doen. Toen kwamen we even bij Manuel en Bianca. Want we hadden nog bierdopjes. En Milo die doet graag daarmee knutselen. Toen jankte die, zoals straks, jankte die bij mijn moeder, bij mijn vader. Dat doet hij normaal nooit. En nou wel. Bianca doet hij normaal ook nooit janken. En bij wie jankt hij nou? Bij Bianca. Dus ze zegt, oma Manuel, zouden het dan niet toch tandjes zijn? Want hij stopt echt alles in zijn mond. Dus wij zijn gaan kijken. Nou, we denken toch wel echt allemaal dat het tandjes zijn. Nou heb ik net toch een zetpilletje gegeven. Voor de last. En ik heb net Dentinox gedaan. Ze is nu aan het werken. En bij Jordi hebben we net geholpen met poepen. Die had buikpijn, maar die is ook oververmoeid. Dus ja, we gaan even kijken hoe alles loopt.
dat was mijn avondje wel. De kindjes slapen eindelijk. Gelukkig. En wij gaan douchen en naar bed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.